Onze specialiteit is vrolijke kraan beginnen en voor de weggeefprijzen weg te doen. En wat verkoopt u allemaal? Kinderkleding, sieraden, elektra, antiek, van alles en nog wat. Hoe komt u hier nou aan deze spulletjes? We krijgen het, we kopen het op via dingen. Zo komen we eraan. En dan voor een leuk prijsje gaat het hier weer verder? Voor een heel leuk prijsje gaat het weg. Loopt het een beetje? We lopen als een tierenlier. Ja, u bent tevreden tot nu toe? Wij zijn heel tevreden. Ja, u ook, mevrouw? Jawel hoor. Ja? Jawel hoor. U bent er tevreden mee met de verkoop? Ja, ook met hem hoor. En met elkaar, hè? Dat doen we ook een hoop. U vormt een stijl? Ja. Ja. Altijd op dit soort rommelmarkten? Ja, en door heel Nederland zitten wij. Komt dit nou allemaal van bij uw rommelzolder vandaan? Ja, en ik ga ook diverse rommelmatjes af. Om spullen weer op te kopen? Ja, om dan iets. En ik heb heel veel kennisjes. Dus ja, die zijn allemaal ouwtjes ook. Dus dan ruimen er een hoop de spulletjes op. En dan krijg ik ze van ze. En wat is uw specialiteit? Nou, in hoofdzaak een beetje het oudere spul. Allemaal een beetje jaren 40, 50. Maar ook al allemaal hele kleine dingetjes eigenlijk wat u verkoopt. Ja, doe ik ook. Een beetje van hummel en een beetje verzilverd. En we hebben een beetje bootartikeltjes bij ons. Van alles wat. Is daar nou veel vraag naar? Ja, heel veel. Zijn de mensen echt op zoek, bewust op zoek naar bepaalde elementen? Wel. Vooral ook Engels porselein zoeken ze erg veel. En ze zoeken ook erg veel van Royal Albert bijvoorbeeld, dat is Engels porselein, kopjes. Daar zijn ze erg op uit. En ook kristal. Dat is allemaal wel een redelijk prijzig, neem ik aan. Ja, ja, zeker wel. Koppen schoteltjes ook, maar ja, die verkopen ze in de winkel ook. Maar ja, wij vragen er €5 voor. Kijk, en als je in de winkel moet kopen, zijn ze misschien 20 of 24. Dus het zijn er wel echt kennis die op zoek zijn naar bepaalde stukken? Ja, dat is wel. Ja, ja. Ja, ja, zeker wel. Ook een hoop van Corneille. Dat is ook jaren 60. Een beetje porselein is dat. Meneer, zoekt u iets speciaals? Nee, we komen even hier zo op de rommelmarkt. Dat vinden we wel leuk. Maar we komen helemaal uit Zwolle vandaan. En speciaal voor de rommelmarkt? Speciaal voor de rommelmarkt hier even, ja, samen met mevrouw. Dat is nog een hele reis geweest. We zijn vanmorgen om 9:30 op stap. Dus, het was, en het hondje mee? Hondje mee, ja, alle twee. Die zijn ook alle twee zijn goed, dus zindelijk. Ja. En dus, hoe vindt u het tot nu toe? Ja, ze komen nog maar net binnen dus. Maar het is wel heel apart, vind ik, hier over voor deze kant. Dus dat is heel anders dan we gewend zijn. We zijn een grote hal gewend eigenlijk. Maar dit is op een... ijsbaan erbij, dat is wel heel apart, vinden wij. Ja. Ja, want waar u nu staat, daar wordt normaal gesproken rondjes gereden. Oké, dus met schilders of zo, of ijs? Op ijs. Op ijs, ja, hartstikke mooi, super, heel mooi ingericht hier, vind ik hoor. Ja. En, gaat u vaker naar allerlei rommelmarkten? Wij gaan heel veel overal naartoe, door heel het land heen eigenlijk wel. Dus we vinden het gewoon, we zijn gepensioneerd, dus we vinden het prima. We kunnen nu ons tijd gunnen om lekker even uit te gaan samen. En koopt u dan ook altijd spullen? We kopen af en toe wel eens spullen, ja. Het is niet altijd groot, want ja, als je ouder wordt heb je alles. Maar er zijn wel dingen bij waar het interesse sommige dingen wel eens bij valt. Dus echt, we gaan twijfelen. Ja, waar liggen de interesses? Ja, eigenlijk op allerlei oudere spullen wel een beetje. Dus, waar moet ik er wel aan denken? Ja, ik ben zelf binnenvaartschipper geweest, dus er zijn ook wat dingen bij. Dus ik denk, hey, ik vind het toch wel leuk om te zien. En dan ga je wel eens twijfelen, zal ik het nou weer kopen of niet? Maar ja. Je moet wel plek hebben in huis, hè? Gaat het volbouwen, hè? Dan moet je kop passen. Ja. Meneer? Ja? Wat is nou uw specialiteit? Mijn specialiteit is LP's. Alles op vinyl. Hoe komt u daar nou aan? Bij mensen thuis, opkopen. In grote partijen? Ja, ja. En op rommelmarkten zo nu en dan stapeltjes. Maar het is weer helemaal in, hè? Het vinyl. Nou, in bepaalde groepen, ja. Het is niet echt hot, maar voor bepaalde mensen ja. Onder de 25 en boven de 50. Die leeftijdsklasse, ja? Daartussen zit koopt bijna geen LP's, nee. Waar ligt dat aan? Ja, waar ligt dat aan? Boven de 50, die weten niet anders natuurlijk. En onder de 25 is het, vooral bij de studenten, is het erg trendy. Weer een nieuw pick-upje kopen. Die LP's, zijn die nog een beetje draaibaar? Zit er niet veel kras in? Nee, alles wat hierboven staat is allemaal getest en is goed.
En laten we zeggen, de B-kwaliteit die staat daar zo. Wat kost nou een beetje LP? Nou ja, dat varieert. Hè. Dat varieert van 5 tot 60 euro wat ik heb staan. 60 euro zegt u? Ja. Waar ligt dat dan aan? Nou, dat ligt aan de artiest, dat ligt aan de persing. Die voor 60 euro, dat is een gelimiteerde opgave van de White Album van de Beatles, bijvoorbeeld. Maar ook Led Zeppelin en zo en Pink Floyd, dat zijn toch wel dure jongens, ja. Bent u nou naar iets specifieks op zoek? Nou, ik hou wel van LP's en singeltjes. Maar dan bent u dan ook op zoek naar een bepaalde artiest? Nee hoor, nee, dat niet. Nee, nee, nee. Van alles wat? Van alles wat. Van waar die belangstelling voor LP's en singeltjes? Ja, een beetje nostalgie, hè? U heeft wel thuis een platenspeler? Ik heb nog een pick-up, ja. 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 Dus. Dan gaat u geregeld plaatjes draaien? Ja, af en toe vinden we het gezellig om eens een beetje plaatjes te draaien. Ja. Wat is daar nou anders aan dan een cd'tje opzetten of Spotify of zo? Ja, dat wat ik zeg, een beetje een nostalgisch gevoel. En het is toch leuk als er een kras op de plaat zit natuurlijk. Wat maakt het dan weer extra? Ja, dan hebben we een goeie. En anders maken we er een op. Nee, en het hondje vindt ook allemaal best. Ja, nou ja, die is liefde met mij natuurlijk thuis alleen. Ze heeft nog eentje, mijn vrouw die loopt er met nog een. En die loopt er ergens anders weer. Ik denk dat ze er al voorbij is. Ja, zie je wel, ze is er al voorbij gelopen. Dus, maar, gaan jullie ook altijd je eigen weg een beetje? Of, lopen we gaan meestal onze eigen weg. Want kijk, als er wat bijzonders is, dan kunnen we elkaar telefonisch bereiken. En dan zeggen we, joh, ik sta daar en daar. En dan komen we even bij elkaar. Dus het is een heel simpele oplossing. En kinderen zijn allemaal de deur uit, dus je kunt doen en laten wat je wil met z'n tweeën. Hè? Dat is toch wel fijn. Ja. Heeft u nou voor uzelf een limiet gesteld wat u uit gaat geven op zo'n dag? Nee hoor. Nee, ik kijk gewoon en dan denk ik, ja, ik heb het er voor over of ik heb het er niet voor over. Dus het kan variërend zijn, het kan 2 euro zijn, maar het kan ook zo niet. Heel tijd terug heb ik nog weer een redelijke mooie workmate gekocht. Nou, ja, dan loop je toch op 25, 30 euro zo'n beetje gemiddeld. Dus toch ook weer sjouwen, maar ja, goed maken. Moet je eventjes weer sjouwen misschien? Even weer sjouwen, ja. Maar ja, dat was gelukkig kort bij ons in de buurt, dus dat ging goed. Ja. Maar ja, dat zijn van die dingen, dus echt specifiek waar je dan even, hé, dat valt oog op, ga vragen wat het kost. Mevrouw, is het nou leuk op zo'n beurs te staan? Sorry? Is het nou leuk om op zo'n beurs te staan? Ja, heel erg leuk. Wat is er leuk aan? Het kan alleen wat drukker worden. Wat is er leuk aan? Nou, dat ik moet van de rommel afkom op een gegeven moment. Hoe komt u hier dan aan? Aan de rommel. Ja, verzamelen. Hè. Als je ouder wordt, dan krijg je steeds meer troep. Dus dan op een gegeven moment dan pauwt het je huis uit en dan moet je er vanaf. Ja, weggooien is ook zonde, dus probeer je nog wat voor te vangen. Heeft u dit dan allemaal verzameld of gekocht in de loop van de jaren? Nou, zo'n beetje verzameld, hè. Ik ben nou de zolder aan het leegmaken, dus... Dit komt allemaal van de zolder af? Dat komt van de zolder af. Heeft u een groot huis? Nee, we hebben een klein huis, daarom juist. Maar ja, zo gaat dat in het leven, hè. Je denkt van dat doen we nog niet weg en dat doen we nog niet weg. En dan op een gegeven moment moet het wel een keer weg. U leeft hier echt van? Nou, dat niet. Het is echt een hobby. Het is een hobby? Het is een hobby, ja. Voor het eerst hier in Dordt? Vroeger, toen het de oude IJssel was, stonden we hier vaker. Tom Menkal? Ja, Tom Menkal. Ja. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja. Maar hoe vindt u het hier nou op in deze moderne IJssel te staan? Koud. Het is kouder dan de andere al. Als dat Tom Menkal. Dus dat wel. Verder qua accommodatie en de lopen zoveel mensen. Het is een prachthal natuurlijk. En zeker een mooi sportcomplex. En daar heb je ooit wel een pluspunt aan. Ik vind het wel. Hoe vindt u het om hier op zo'n ijsbaan te staan? Koud. Heel rumoerig. Dus dat is minder. Niet ideaal. Nee, nee. Staat u voor het eerst hier? Deze wel, ja. En ook voor het laatst? Ik denk het wel, ja. Ja, ook gezien de entree hier zo. Ja, wat was daarmee? Nou, je moet hier dat heuveltje op. Nou kon ik op het laatst gelukkig met mijn bus hier binnen. Maar om met die kratte LP's dat heuveltje op te douwen in een karretje. Plus het was één grote chaos, je kon er helemaal niet meer door. Ik heb zeker een half uur staan wachten met mijn karretje. Voordat ik hier naar binnen kon. Ik ben niet tevreden over de organisatie. Nee, dat is niet goed gegaan, nee. Nee. Daar hebben ze nog wel wat verbeterpuntjes, ja. En het is de vraag of dat lukt natuurlijk, want de toegang is echt minimaal. Dus... U geen tweede keer in Dordt? Nee. Jammer. Ja,
koud. Ja. En de toegang. En voor de rest moet de verkoop, moeten we toch afwachten natuurlijk. Nou, succes daarmee in ieder geval. Dankjewel. Dames, heeft u wat kunnen kopen? Nou nee, ik kwam eigenlijk voor bij een mevrouw met painting. Daar ben ik heel erg mee bezig. Dus. Painting? Ja, dat zijn hele kleine steentjes die je dus op een canvas moet maken. Een soort hobby of zo? Wat, ja. Een schilderij maak je ervan. Ja, ja, met allemaal van die kleurtjes, van die kleurstukjes plastic zijn dat. Ja, het is geen plastic. Ik heb er wel van eentje een foto wat ik gemaakt heb. En ik ben daar heel blij mee en heel rustig word ik ervan om te maken. Dus. En dat is allemaal van steentjes. Ja, ja, allemaal Allemaal hele kleine steentjes, kijk. Ja, een leeuw, hè? Hoe groot is die? Het is 65 bij 50. Dus, maar ik ga nu weer verder, want mijn vrienden lopen te wachten. Heeft u een grote collectie? Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat we iets van 30 of 40 LP's hebben en een paar singeltjes. Het is meer voor de leukigheid, hè, zeg maar. En ook het zoeken naar een leuke plaat. Ja, het is altijd leuk als je weer wat leuks tegenkomt. Al wat gevonden vandaag? Ja, ik heb Nana Mouskouri. Met die bril, hè? Met de bril. En de pukkel. En Pussycat. En Pussycat, ja. Uit Limburg kwamen die geloof ik. Van Ria Valk, Leo. Mijn zwager heet Leo, dus niet vandaag. Worstjes op mijn bosjes. Nee. Die had ze ook, hè? Ja, die had ze ook. Ja, dat weet jij weer zeker. Mijn tijd, hè? Ja. Nou, succes nog even met zoeken. Dankjewel. Dankjewel. En hoe komt u nou zelf aan al die kennis? Ik doe het al 34 jaar. Dus, en veel gelezen. Ga dikwijls naar Engeland. Dus ja. Ik ben er echt heel goed mee bezig. Ja, zeker wel. Ik zit niet achter de geraniums. En hoe gaat de verkoop hier? Ja, redelijk. Ik heb echt wel aardig wat verkocht. Ik ben wel tevreden. Ja hoor. Zeker wel. Hoe lang ben u nou bezig om uw kraam zo uit te stallen? Daar ben je wel even mee bezig. 2,5 uur uit en 2,5 uur inpakken. Mijn man wordt het wel eens zat. Succes erbij. Dankjewel hoor, tot ziens. Tot nu toe al iets kunnen kopen? Nee, want ik ben nog maar net door het poortje naar binnen toe. Dus vind het leuk voor sommige oudere mensen. Want vanwege dat u het ook opneemt, je krijgt als je 65 bent ook nog korting. Dus dat is ook wel leuk voor de mensen om dat te horen. En ja, ik wil het toch wel aanraden. Het ziet er allemaal keurig netjes uit. Ja. Ja. Als u nou klaar bent hier strakjes met shoppen, gaat u dan nog de stad ook in? Dat ligt er aan. We hebben nog kennissen wonen in Schiedam, dus misschien dat we het wel doen. Het ligt er aan. Moet nog even Schiedam is niet. Dat is een eind van Dordt vandaan. Nee, maar dan gaan we op visite eigenlijk. Ligt niet op de route, hè? Nee, naar Zwolle. Nee, maar ja, gaat toch Dordrecht Rotterdam, hè? Dus Schiedam. Kent u Dordt een beetje? Ja, wel een beetje op de route. Wel eens langs gevaren? Oh, zo vaak. Ik heb zo vaak Rotterdam, Amsterdam, Duitsland, Nederland, België, Noord-Frankrijk geweest. Drie rivierenpunt? Overal geweest, ja. Dus, en nu heb ik nog een klein bootje met mijn vrouw samen, dus daar zijn we elk jaar ook eventjes mee weg. Dus we proberen wel... De Biesbos misschien? Overal. Overal gaan we naartoe. Waar water is en ik heb er zin in, ga ik gewoon. Ja, dan zit je in Dordt hier goed, want we zijn een eiland. Ja, het is een super omgeving. Hierachter is ook mooi hoor. Ja, en vooral de natuurgebieden achter Dordt, hè. Dus is super mooi. Ja. Zijn er dan ook dingen bij waarvan ik toch wel een beetje jammer vind als je er afscheid van moet gaan nemen? Van dit allemaal niet, nee. Nee, dat mag allemaal weg. Dus als je het weer kopen, dan prima. Heeft u ook spullen staan op zolder? Of dat ik nog meer spullen heb zo? Oh, de zolder die hangt zo. Dus. Nou, zo is het wel genoeg, toch? Voorlopig ben u nog even bezig met de verkoop. Ja, ik ben nog wel even bezig hoor. Ja. Succes. Ja, weer hier. Succes. Ja, dankjewel. Het Dordtse publiek wil een beetje kopen. Ja, wij komen zelf oorspronkelijk ook uit Dordrecht. Maar we zijn dat alleen komt er door. Verhuisd naar de buitengemeente, zou ik maar zeggen. Hoe zou je dat Dordtse publiek omschrijven? Ja, blijf altijd een beetje trekken. Dordt blijft altijd een beetje trekken, hoe dat het went of keert. Maar hoe zou je het Dordtse publiek omschrijven? Kooppubliek? Ja, leuk. Zijn het een beetje kopers, die Dordtenaren? Spontaan. Dus als je kan, zijn ze spontaan. Als het kan zijn ze zwart. Anders zijn ze stug. Heel stug. Ze moeten alleen niet voetballen bij FC Dordrecht, dan komt het nooit goed. Oké, succes. Ik wens u een hele fijne dag.
dank u vriendelijk en u een, ook een fijne dag ook voor het team verder en ook voor de mensen hier die het mogen zien dadelijk. Ik vind het fantastisch. Ja? Tot ziens en bedankt voor uw medewerking ook. Hè. Dag. Meneer, ik begrijp dat dit een nieuw project is. Dit is een nieuw project, daar zijn we nu een kleine 2 maanden mee bezig. En ja, dat breidt op het oog heel langzaam uit, maar het is natuurlijk enorm precisiewerk. En dan is het achterste gedeelte de toekomst dat daar nog een bergwand overheen komt. En hier aan de voorkant gaan we dus verder met een station en een aantal sporen naar een fabrieksterrein toe. Wat is het bijzondere van dit spoor? Het is klein, smal, schaal 1 op 160. Het grote voordeel is daarbij dat je heel veel kan uitbeelden op een redelijk klein oppervlak. Wat je dus met dit spoor kan doen, kan je nooit met een H0 spoor doen. Kijk maar eens naar de trein die erachter staat, dat is H0. En daarvoor zit N-spoor en dan zie je al gelijk dat het een factor 4 is. Je kan eigenlijk 4 keer zoveel kwijt op hetzelfde oppervlak. Meestal wel, ja. Ik heb dan zelf een baan van 7,5 meter lang. Die heeft u thuis? Die heb ik dus thuis. Nou, kijk maar eens wat je hiermee kan uitbeelden. Dus het is 7,5 bij 3 meter en dan kan je ja, allerlei landschappen, stationsgebieden. Kan je helemaal uitbeelden en dat gaat met H0 gaat het gewoon niet. Of je krijgt korte treintjes van maar net 3 wagons. Terwijl je hier natuurlijk met gemak 10 wagons erachter kan zetten. Allemaal voordelen, maar zitten er ook nadelen aan dit kleine spul? Jawel, je gaat op een gegeven moment problemen met je ogen krijgen. Dat je het niet meer voldoende kan zien. Het is natuurlijk wel ja, vreselijk klein en dan of je ogen doen het niet meer goed. Of je moet met een vergrootglas werken. En vooral als je dan decoders in moet gaan bouwen of verlichting in moet gaan bouwen, dan heb je toch wel een aardig probleem. Dan gaan de jaren ook tellen. Ja. Is het ook storing gevoeliger? Nou, dat valt nog wel mee. Je moet inderdaad wel natuurlijk je rails en je loks bijhouden. Dat doen we dus met een behulp van een soort gummetje. Dat je over de rails gaat, maar je kan het ook met wasbenzine even insmeren en dan zorgen de wielen ervoor dat er een, op gebieden waar de lok de trein in gaat, dat daar de rails ook schoon blijft. Is het ook duurder dan H0? Nee, er zijn niet zo gek veel verschillen in de prijs. Meestal vragen ze het andersom, dat H0 duurder is omdat het zoveel groter is. Maar u zegt dus het goede van N is heel klein, dus het kost eigenlijk meer moeite om dat te maken. En dan zal het ongemerkt duurder zijn, maar de prijzen liggen redelijk in dezelfde hoek. Want alles bij elkaar, het is toch wel een kostbare hobby, hè? Het is zeker kostbaar. Zo'n lokje, dat blauwe lokje wat daar staat, dat betaal je zo €150 voor. Dan heb je 1 lokje. 1 lok. Blijft toch wel leuk. Ja, zeker. Ja, maar echt zo. Je blijft van de straat. Nee, dat is onzin. Maar nee, het is gewoon een heerlijke tijd, vrije tijdsbesteding. En het wordt nog altijd aan kinderen gegeven. Dan zeg ik wel eens van, het is toch eigenlijk jammer. Die kinderen hebben daar het geld niet voor om het uit te breiden. Ze hebben vaak de ruimte ook niet om het uit te breiden. En dan is de sprong naar computerspelletjes heel snel gemaakt. Dat is erg jammer, dat zie je hier bij de vereniging, maar je ziet het ook op grote treinenbeurzen. Als je 60 bent, dan hoor je echt bij de oude kliek. Nou, heeft u thuis ook een baan, vertelde u zo net. Maar, en u bent dan ook hier lid van de vereniging. Wat is nou het voordeel zeg maar, van het lid zijn van de vereniging? Van de vereniging is het voordeel natuurlijk dat je, als je klem zit met bepaalde dingen, met bepaalde zaken voor het, op het elektriciteitsgebied, dan is er altijd wel iemand die je verder kan helpen. Aan de andere kant, ik heb dus dat elektrische niet zozeer. Ik heb meer de scenery, het opbouwen, het landschap, etc.
daar word ik vaak weer bij geroepen van, joh, hoe heb jij dat gedaan, hoe doe jij dat? En dan zijn het vaak hele simpele dingetjes van struiken, heesters maken. Dat doe je gewoon met elzenpropjes, die keiharde vruchtbeginners van de eilzenboom. Nou, die haal je even door een verdunde lijm, dan door strooisel heen, en je prachtige coniveertjes of zo. Dus op die manier, het hoeft niet altijd veel geld te kosten. Het is maar net wat je wil. Ben je al lang bezig met deze hobby? Ja. De treinbaan die ik net liet zien, daar ben ik 35 jaar geleden al mee begonnen. Hij is nog niet af. Ligt dat dan dat u zo weinig eraan werkt of dat het zoveel werk is? Nee, dat heeft meer te maken gehad met het feit dat ik ook rugpatiënt ben geweest. Dus een aantal jaren helemaal niet gebukt heb kunnen werken. En af en toe heb je ook wel eens even zoiets van, het is nu wel erg warm om op de zolder te werken. Dus op die manier gaat er wel eens extra tijd in zitten, maar er zijn er genoeg andere dingetjes. Je moet je locomotieven regelmatig laten rijden, anders loopt het niet meer soepel. Rust roest, hè? Ja, dat is, ik denk dat die daar vandaan komt, die uitdrukking. Nee, dat is inderdaad een feit. Dus je bent altijd bezig, dan ben je weer aan het zoeken naar, joh, hoe kan ik nou het beste het automatisch laten rijden. Dan moet je ook weer een hele scala van mogelijkheden af, wat zal het beste bij mij passen. Dan moet je dat ook weer aanschaffen natuurlijk, daar heb je ook vaak weer een cursus voor nodig. Om dat een beetje op gang te zetten. Wat vindt u nou het leukste van het werken als een spoorbaan? Eigenlijk het ontwerpen van het landschap. Dat is wel mijn liefhebberij echt, ja. Wat moet het hier worden? Een berglandschap? De tweede helft achterstaan, of dat wordt een verhoging. Dat gaat dus richting berglandschap. En vooraan blijft het dus vlak. Wat je ziet liggen achteraan, dat is dan de schaduwstation. Dat wordt dus in de berg, gaat de trein en dan blijft hij daar. Andere trein kan er ook in, een derde trein kan erin. Zodat je niet altijd dezelfde trein het rondje ziet rijden. Want dat is vaak wat mensen ook verveelt, maar die heb ik net gezien. Ja, ze willen meer en meer en meer zien. Hoe lang gaat u hier aan werken? Sorry? Hoe lang gaat u hier aan werken? Aan dit? Wanneer moet die af zijn? Nou, dan zijn we toch wel een goed jaar verder, denk ik. Ja. Volgend jaar bij de open dagen is die klaar? Dan ben ik hier, maar nogmaals, ik ben pas heel kort lid, 2 maanden. Dus ik ben bij de vereniging een groentje, alleen met mijn eigen baan heb ik dus wel de nodige opbouwervaring. En dat is ook de reden dat ze dus aan het zeuren zijn geweest van, joh, kom je nou eens een keer bij ons op de vereniging. Dus dat is aan de ene kant wel leuk dat je zo... En nu valt u gelijk midden in de boot. Ja. En nogmaals, het is gewoon een hartstikke leuke vereniging. En het is helaas bij alle modelbouwverenigingen op schoolgebied en ook andere gebieden denk ik, dat de leeftijd wel behoorlijk hoog zit. En allemaal oudjes. Verlieveling wel, ja. Maar ja, die hebben wel vaak een schat van ervaring natuurlijk. Maar je ziet dus duidelijk een tweestrijd ontstaan tussen het computergestuurde en het handmatig gebeuren. Want de locomotieven die ik daar dus, die kleintjes die daarop staan, dat is allemaal analoog. En er zit dus geen decoder in om het automatisch te laten rijden. Kan wel, maar er komt er zo'n €70 bij per locomotief om het te laten doen. En dat is toch wel erg veel.